Intern ontheemden zijn mensen op de vlucht. Net als vluchtelingen zijn ze gedwongen om hun woonplaats te verlaten, door oorlog of vervolging. Maar er is één belangrijk verschil. Vluchtelingen steken minstens één grens over om veiligheid te vinden in een ander land. Maar intern ontheemden blijven in hun eigen land. Dat roept vragen op. Intern ontheemden vluchten voor dezelfde gevaren als vluchtelingen. Maar waarom gaan ze dan niet naar een ander land om veilig te zijn? Sommige mensen vluchten, maar blijven liever dicht bij huis, in de hoop dat de situatie snel weer beter wordt. Anderen hebben simpelweg niet de middelen of de fysieke kracht om een gevaarlijke reis naar een veilig land te maken. Er zijn nog meer verschillen tussen intern ontheemden en vluchtelingen. Vaak zitten intern ontheemden vast in een oorlogsgebied, waar geweld of andere gevaren hen ervan beletten om een ander land te bereiken. Vluchtelingen zijn beschermd door internationale wetten als ze in een ander land op zoek gaan naar veiligheid. Maar intern ontheemden kunnen enkel door hun eigen regering beschermd worden voor oorlog en vervolging. In veel gevallen zijn regeringen niet meer in staat om die bescherming te bieden, of wordt die bescherming geweigerd. Dat maakt intern ontheemden heel kwetsbaar. Intern ontheemden en vluchtelingen worden met dezelfde moeilijkheden geconfronteerd. Velen verliezen hun bezittingen, hun baan en basisvoorzieningen. Sommigen raken gewond en sommigen verliezen geliefden. Hulp verlenen aan intern ontheemden is vaak veel moeilijker dan hulp verlenen aan vluchtelingen. Als intern ontheemden vastzitten in een oorlogsgebied, dan kunnen hulporganisaties hen vaak niet eens bereiken. Er zijn bijna 2 keer zoveel intern ontheemden als vluchtelingen. En dat maakt hen de grootste groep mensen op de vlucht.